van de wakelsfinale voor de boys van 14 jaar. En ook hier zien we hier een hele sterke finale. We gaan proberen voor te stellen van buiten naar binnen. En dan beginnen we bij het EWG-team met Joey Eikelen. Een van de grootste en sterkste rijders denk ik in die klasse van 14 jaar. We kijken naar de man van het talented team uit West. Wel naar leiding van Sander Wissler natuurlijk. We kijken naar Kylie en Molendijk. We gaan naar Apeldoorn, waar wij traint in het regionale trainingscentrum Noordoost. Samen met Frankie Boy Heijnen natuurlijk. Uit Apeldoorn, Davy Kleiboer. Dan gaan we een man kijken die rijdt voor het Look No Look BMX Racing Team. Volgens mij is die afkomstig uit Amazone. Boy van Harsel. Dan gaan we naar de man in het geel. Klein technisch mannetje natuurlijk op die nieuwe baan waar we vorige week te gast waren. Namens de roepers Rody van de Heuvel. Gaan we naar baan nummer 3. Let op zijn de bulldog. Een van de weinigen in deze klasse die hem beheerst. De grote sterke man met de lange haar op uw land. Max van Eindhoven. Dan gaan we naar de twee topfavorieten. We gaan eerst naar baan nummer 2. One Bicycles Racing. Winnaar van de wedstrijd in Velboven. Hij was al eens Nederlands kampioen. Kevin van de Groenendaal. En de laatste man in de kwartfinale nog uitgeschakeld door Paul in Veldhoven. Absolute topfavoriet. Trainend in het regionaal trainingscentrum bij Frank Heijnen. Nederlands kampioen op zijn thuisbaan in Klesineveen. Rowan Heijnen. Finale.